Het was een rustige, ontspannen training vandaag, hè? Ja, lekker voetballen gedaan, mooi weer. Was, voor dit soort trainingen voetbal je eigenlijk, was echt fantastisch. Leuke sfeer, nog een beetje afwerking, maar dat hoort erbij. De jongens hebben natuurlijk de afgelopen dagen vrij veel verplichtingen gehad met interlands en dergelijke. En de andere jongens die hier zijn gebleven hebben de afgelopen dagen goed getraind. Dus het was eventjes gas eraf. Rustig iedereen weer bij elkaar komen, lekker tennis voetballen. En dan vanaf morgen moet weer alles richting Rode JC zijn. Ben jij goed in tennisvoetbal? Ik ben de beste in tennisvoetbal natuurlijk. Nee, maar mijn team was slecht, daarom wil ik niet. Nee, ik vind het wel leuk om te doen, maar ja, je ziet ook dat de ervaring een rol speelt. Want uiteindelijk blijken jongens als Frank de Boer en Dennis Bergkamp toch wel ijzersterk. Ja, vooral Frank de Boer, hè, soms bij het net. Ja, die speelt het spelletje al langer in, dat zie je. En heeft ook nog de techniek om de bicycle kick te doen, die heel effectief is. Dus ja, hij snapt het spelletje wel. Kom terug! Je traint vandaag niet mee? Ja, klopt. Heerlijk, het zonnetje schijnt. Maar ik blijf even binnen. Ik heb wat last van mijn lies nog overgehouden aan de interlandweek dus. Is dat een probleem voor komende zondag? Nee, dat denk ik niet. Het is gewoon een kleine pijntje die nu eventjes wat rust kan gebruiken. Dus als het goed is, sta ik zondag gewoon weer. Je hebt een prachtige week achter de rug, hè? Twee keer in de basis van het Nederlands elftal. Ja, een hele mooie week moet ik zeggen. Had ik niet durven dromen van tevoren. Twee volle wedstrijden gespeeld met het Nederlands elftal. En ja, het ging nog lekker ook. En twee goede overwinningen, dus beter kan hij eigenlijk. Ja, het is vaker aan je gevraagd, maar het kan eigenlijk niet op, hè, dit seizoen voor jou. Ja, precies. Het is heel snel gegaan dit seizoen en veel pluspunten gehad. Dus al met al is gewoon een heel mooi seizoen voor mij. Zondag speelt Ajax tegen Rode JC. Wat kunnen we van die wedstrijd verwachten? Ja, Ajax in de competitie doet de laatste tijd goed. Een mooie voetbal laten zien. Het staat een goed elftal en ja, hopelijk kunnen we die lijn doortrekken tegen Roda JC. Die doen het wat minder, maar die zullen gebrand zijn om weg te komen van die onderste plaats. En ja, we kunnen ons voorbereiden op een ware veldslag, denk ik. Roda is een degradatiekandidaat die met enorm veel problemen nu rondom fusieperikelingen en dergelijke. Ja, wij moeten ons daar niet veel van af van aantrekken. Wij moeten gewoon in strijd voor de tweede plek moeten wij zorgen dat we geen punten verspelen. Want dat is voor ons het enige wat telt. Een fel strijdend Roda, denk ik. Heel lastig, compact spelen. En ja, wij zouden het spel moeten maken, denk ik. En gedisciplineerd weer moeten voetballen. Je kunt zeggen dat de finale van de competitie begint. Ja, maar dat roept wel sinds de winterstop dat alleen maar finales zijn. En dat roept iedereen. Dus het zijn gewoon zes belangrijke wedstrijden die heel erg gewonnen moeten worden om die tweede plaats nog te behalen. Want ja, ik denk dat het misschien wel het hoogst haalbaar is en daar willen we voor gaan.